bevrijd van het geloof waarmee ze zelf werd opgevoed. Och, mama, jullie geloven het toch ook? En gevormd door het feminisme. Het feminisme gaat over vrijheid. Staat Martine voor zelfbeschikking en vrije ontwikkeling voor iedereen. Ze is helemaal vervuld. Maar als haar dochter besluit moslima te worden, komt ze voor een moeilijke keuze te staan. Ik sta erachter. Die uiteindelijk leidt tot de confronterende climax. Ja, wat is er met jou?